werkbesprekingen met het traditioneel gezag, ontmoetingen met de plaatselijke bevolking en de identificatie van mensen met een beperking en zwakke huishoudens zijn onder meer de reden geweest dat minister John de Goyo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het binnenland heeft bezocht. Diverse dorpen in het district Sipaliwini zijn hierbij aangedaan. Tijdens de besprekingen met de minister zijn verschillende pijnpunten door de dorpelingen aangehaald. Tijdens de gesprekken is ook naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan SOSAVO-wijkkantoren in het district Sipaliwini. Minister de Goyo vindt dat het ministerie ook in het district Sipaliwini bereikbaar moet zijn voor de gemeenschap. Vanwege hun centrale ligging wordt onder meer gedacht aan het opzetten van wijkkantoren in Atjoni, Guyaba en Debike. De minister zegt dat het ministerie een voorhoede rol vervult als het gaat om het invulling geven aan het sociaal programma van de regering. Ze is de mening toegedaan dat binnenlandbewoners uit hun achtergestelde positie gehaald moeten worden. Ze merkte op dat het geen propaganda stunt is, maar dat ze gaan werken in het binnenland. Ma wan woko, wan duwa woko. Ya to bika de gansa ma mzee fia binalan sama. De ki ya mwa fasi. En de aleli mfum legi sama. Asande mi awko duwento. Wasande mi albon kwa nge ni awko duwen. E fum beza taki na aleli mi ekoli mi abi woko. Na mi otaki mi gida afosi. Ma anadati wan woko. En mi akshi lanti to. Kaba ju kong. Ucha yo sefu mwa fasi ni aka ibon. La mi kede se eka ingyo. Madu kwa woko woko woko. So Adami. Am tampu de fosi. Tampu de woko. Am tampu de. Ya. Dala ti uye five minister takino. Ya. In het kader van het sociaal ondersteuningsprogramma zijn ook voedselpakketten aan behoeftigen uitgereikt. De minister heeft het district Sipaliwini de vorige week aangedaan. De komende maanden zullen de overige districten worden aangedaan in het kader van de armoedebestrijding zoals opgenomen in het stabilisatie- en herstelplan van de regering. Aldus het ministerie van Sociale Zaken.